Yo, meester Chipop hier en welkom bij de Royal Antwerp Carrière. We hebben een drukke maand voor de boeg, want het is januari en dat wil zeggen de transferperiode is terug open. Ik heb mijn Arsenal-script, ik heb mijn transfervisje aan en dat draag ik als ik transfers doe. Nu, we gaan eerst eens bekijken hoe dat onze spelers het tot nu toe hebben gedaan. Wie dat er goed heeft gespeeld, wie dat er iets minder heeft gespeeld en welke spelers we eventueel gaan verkopen. Nu, degene met de meeste wedstrijden is Haroon, onze kapitein, 32 en nog steeds onze draaischijf in de ploeg. De Korijn heeft ook heel veel matchen gespeeld en dat komt omdat we eigenlijk geen andere linksback hebben, dus daar moeten we misschien ook wel voor zorgen. En ja, Hermans, hij heeft de meeste van zijn matchen gespeeld omdat er gewoon niemand beter is. Hij is de topscorer en hij maakt het team gewoon beter. Je ziet het wel, 11 matchen zonder tegendoelpunt. En dan Ardaïs erachter met 10 doelpunten. Echt een fantastisch talent. Als hij zo blijft voortdoen, gaat hij niet lang meer spelen voor Antwerp. Hij heeft ook de meeste assisten vlak voor Haroon. En je ziet altijd dezelfde namen van boven staan. En zo zie je wel wie dat onze belangrijkste spelers zijn. En als we het over de groei van spelers hebben, is er ook niemand beter dan Ardaïs. Al plus 5. Ik denk dat hij 66 was toen we zijn begonnen. En die is nu al 71. En ook Jaudi, plus 4. Ook een talent. En hopelijk kunnen we die nog goed trainen, zodat hij eigenlijk later Rodrigo kan vervangen als die terug naar Porto gaat. Wat ons brengt bij de leenspelers en spelers die we hebben gehuurd van een ander ploeg. En daar moeten we ook wel rekening mee houden. Deze spelers vertrekken na het einde van het seizoen, dus we moeten eigenlijk al een beetje beginnen denken hoe dat we die gaan vervangen. Nu, we kunnen er een paar wel proberen een vast contract te geven binnen Antwerp, maar spelers gelijk Olare, die gebruiken we nu al niet. Die spelen niet fantastisch. En die kost 4 miljoen. Ik bedoel, ik kon daar geen 4 miljoen aan geven. Ook Rodriguez heeft veel te veel talent voor binnen Antwerp te blijven. Ik bedoel, ik denk dat we die ook niet kunnen betalen, want die kost 5 miljoen. Maar iemand gelijk Jatabar, die echt fantastisch is voor ons, 28 jaar en iets minder dan een miljoen euro waard. Ik bedoel, die kan in het midden spelen en als rechtsachter. Die speelt echt geweldig. Dus dat kunnen we wel eens proberen om die een vast contract te geven bij Antwerp. Ook Corijn kunnen we eventueel wel eens een contract geven. Het is geen wow-speler, maar hij speelt zeker ook niet slecht. Maar nu gaan we over naar de transfers. Nu, ik wil ook niet te zot doen, want ik vind ons team eigenlijk vrij goed zoals dat het is. Misschien op een paar posities dat we wel wat versterking kunnen gebruiken. Maar ik wil me vooral eigenlijk concentreren op onze financiële doelstelling. Nu, het bestuur klaagt dat we te veel geld uitgeven en dat is ergens ook wel zo. Ik bedoel, bekend 2 miljoen aan verlies. Nu, deze kan op latere basis wel effect hebben op ons transferbudget, dus we moeten dat eigenlijk eerst zien te fixen voordat we zelf transfers gaan doen. We moeten die winst in het groen zien te krijgen. Nu, we hebben niet veel invloed op bepaalde dingen, dat zijn gewoon kosten, maar waar we op ons wel kunnen concentreren zijn de spelersalarissen en het scoutnetwerk. Nu, dat scoutnetwerk dat kost precies wel meer geld dan ik dacht. De Peters is een hele goeie, maar die doet dat ook niet gratis. Dus ik stel voor dat we die twee terughalen en we het even doen met de jeugdspelers die dat we hebben. En dan moeten we het hebben over de spelersalarissen, want we hebben toch wel een paar spelers met een vette loon die eigenlijk gewoon maar op de bank zitten. Nu, deze zijn de spelers met het hoogste salaris en ik zie daar de Sal met een weekloon van 14.000 voor gewoon niks te doen eigenlijk. Nu, ik dacht hem te gaan verkopen, dat had een hele goede zaak geweest, maar het probleem is, die is er deze jaar pas ingekomen. Dus we kunnen die niet verkopen. Het zou ook dom zijn voor die nu nog een extra jaar in zijn contract te geven voor die gewoon daarna te kunnen verkopen, want die is al 32. Nu, de enige optie is zijn contract te verbreken, maar dat kost ook geld, dus we moeten eigenlijk later een keer berekenen wat dat de goedkoopste optie is. Dit zijn de enige drie spelers die we eventueel kunnen verkopen. Nu, ik heb dikke vier erin gezet omdat hij een vrij hoog loon heeft, maar ik wil toch ergens vermijden om die te verkopen. Wie dat ik wel wil verkopen is Ndiaye, die eigenlijk geen speeltijd krijgt door de Gendry, en de Lucas Stojanovic. Nu, ik heb deze keuze gemaakt omdat Stojanovic en Hermans niet in dezelfde ploeg kunnen spelen, want Stojanovic kan maar op één positie spelen en dat is de cam, en dus kan ik hem pas spelen als ik Hermans eraf haal, wat ik nooit doe. Dus hij is nog jong en hij is in goede vorm, dus ik denk wel dat er veel ploegen gaan zijn die eventueel interesse hebben. Dus voilà mannen, dat is ongeveer het transferplan en dan is het nu tijd om te onderhandelen. We krijgen hier nog een verslag van ons jeugdteam. Nu, ik ben wel van plan om iemand een vast contract te geven voor het eerste team. Ik weet enkel nog niet welke positie, dus daar wachten we nog even af. En Geoffrey Hermans, speler van de maand, dat heeft hem in december wel laten zien. Hopelijk kan hij die vorm ook houden voor de playoffs. En we hebben ons eerste aanbod gekregen voor Geoffrey Hermans van Kortrijk. Wat? Ze zijn bereid om 950.000 te geven. Dat is voor te lachen, hoop ik. Hè? Wij staan van boven in de tabel. Geoffrey Hermans is de topscorer en in de vorm van zijn leven. En ik krijg hier een aanbieding van Kortrijk, die nog niet eens in de top 10 staan. En zelfs nog geen miljoen durven geven. Bolaf.
En voor het geval dat er nog zo'n grapjassen zijn, blokkeer ik nu alle aanbiedingen. Voor geen geld van de wereld. By the way, blijkbaar kunnen we ook spelers die in onze jeugdafdeling zitten, die kunnen we trainen. Dat is wel handig. Speler van het jaar is ook bekend, dat is Ronaldo geworden. Moest een van alle dat boeien. Oké, mannen. KV Oostende in een bot gedaan op Stojanovic 1.200.000. Nu, we weten dat Oostende veel geld heeft, dus deze is ons kans. Want we ook niet te veel vragen, hè? Gewoon kalm. We willen dat deze deal doorgaat. Oké, dat was vrij gemakkelijk. Ik vroeg 1.500.000 en die zijn er eigenlijk direct mee akkoord gegaan. Dus ja, voilà. Als Stojanovic er ook mee akkoord gaat, dan hebben we direct een vette deel achter de rug. Oké, het is 9 januari en we hebben ons grootste doel al bereikt en dat is Stojanovic verkopen. Dat moet ons financieel wel een goede boost geven. Wat? KS Eupen is akkoord gegaan met de betaling van de ontslagclausule? Oh, shit! Oké, dus Oriello Boete had blijkbaar een ontslagclausule en Eupen heeft die betaald. 1.800.000.000? Waar halen die dat geld? Oké, dus niet enkel heeft Eupen nu juist onze rechtsachter gepikt, waar we niks tegen kunnen doen. Ja, Tabar is nog altijd geblesseerd. Dus dat wil zeggen dat we geen rechtsback niet meer hebben. Deze zijn ambetente omstandigheden. Tjoe, hè. Die Boete dat was wel een goede rechtsback, hè. Die had keiveel talent. En die Zolo was praktisch niks. Dus dan gaan we die wel direct moeten vervangen, hè, want binnenkort hebben we wel een match. We hebben hier wel een rechtsachter in ons jeugdteam, maar die is nog maar 16. Die kan ik toch nooit gebruiken als een vaste rechtsachter. Oké, ik heb eens rondgehoord en ik denk dat onze scout wel een oplossing heeft. Gergo Lovrensinsk. Gewoon hem gewoon Lovren noemen. Dat is momenteel een vrije speler, dus we moeten enkel die zijn loon betalen. Ik weet niet hoe dat hij is. Het hangt er een beetje af wat zijn loonaisen zijn, maar voor de rest hebben we eigenlijk niet veel keus. Oké, nog serieus bij onderhandelen, hebben we de Gergo kunnen tekenen voor 2 jaar met een loon van 7.600, wat niet overdreven veel is. Hij is 67 algemeen, wat wel savai is, met eigenlijk verbazend goede statistieken. Hij is lekker snel en dat heb ik wel graag in mijn verdediging. Oké, gelukkig hebben we ons rechtsachterprobleem snel kunnen oplossen voordat de volgende bekermatch begon. De deal met Stojanovic en Boeta is ook rond, wat wel serieus wat cash binnenhaalt. En dan heb ik ook nog een aanbieding gekregen voor Ardaïs, dat heeft ook lang geduurd. Van Genk voor 5.000.000. Nu luister, moest dat een buitenlandse ploeg zijn, dan had ik dat ergens nog begrepen. Maar die aanbieding gaat hem tot het eind van het seizoen ook waarschijnlijk krijgen. Maar ik kon hem in ieder geval al niet geven aan een concurrent. En zeker niet voor 5.000.000. Die jongen is minstens het dubbele waard. Dus voorlopig blokkeer ik ook alle aanbiedingen voor hem. Ik bedoel, dat zijn onze twee beste spelers. Ik kon die echt nu niet verkopen, hè. Oké, maar een goede nieuws. Dankzij deze twee goede deals zijn we in het Groenbeland. Bekend 1.000.000 winst. Dus daarvoor moeten we blijven streven. Het zal geen 10 miljoen worden zoals onze doelstelling het vraagt, maar nu moet het bestuur ons tenminste al gerust laten. Nu, ik heb het ook eens uitgerekend en we zouden blijkbaar minder geld uitgeven als ik het contract van Sal nu verbreek dan dat ik hem nog voor het eind van het seizoen zou aanbetalen. Dus ik heb besloten om zijn contract te ontbinden. Het is gedaan met bankzitten. Salut Sal. En succes nog. En ook in Jaye, ik krijg geen enkele aanbieding voor hem, dus ook zijn contract ga ik gewoon ontbinden. Ik wil mijn kern graag klein houden, zonder overtallige spelers die zorgen voor speeltijd. Ook heb ik hier een beslissing genomen. We hebben maar één linksback en dat is de Corin. En de kans is groot dat hij volgend seizoen weg is. Dus het lijkt me ook een slim idee om nu al een vervanger te zoeken in onze jeugdafdeling. Om te zien of er iemand goed genoeg is om hem te vervangen. Dus, Arne Wouters, welkom bij het eerste team van Antwerpen. Ja, niet fantastisch, maar we kunnen hem nog goed opladen en met wat training, des te sneller dat hem zal stijgen. En vlak voor onze bekermatch krijg ik hier ook nog een aanbieding voor Dikke V in Owuzu. Nu, Owuzu was ik sowieso niet van plan om te verkopen. En sinds de recente transfers vrij goed zijn gegaan, lijkt het me een beetje overdreven om Dikke V ook nog eens te verkopen. We willen ook niet te weinig spelers hebben. Plus, Dikke V is een geweldige invaller, kan op veel posities spelen. We moeten die niet per se kwijt. En voilà, mannen, we zitten in de helft van januari en zo goed als al onze transfers zijn afgerond. We hebben ons op winst gezet, we hebben wat spelers afgedaan. We hebben een goede rechtsback erbij en een goede linksback om te trainen. Dus we handelen deze maand af met nog een paar wedstrijden. Te beginnen met een bekerwedstrijd tegen Sint-Truiden. Vorige wedstrijd ruim gewonnen met 3-1. En als we slim spelen, kan deze geen enkel probleem zijn. Een geroteerd team vandaag met twee debuutspelers. Onze jonge linksachter Wouters en onze nieuwe rechtsback Lovren. En we beginnen de wedstrijd al sterk. Gendry nam een shot dat jammer genoeg op de paal belandt. De laatste minuten van de eerste helft gingen voorbij. Jody springt over zijn tegenstander, heeft de ruimte. En dit shot was wel binnen. Antwerp laat al met 0-1.
eigenlijk deze wedstrijd al zo goed als afmaakt. Een schoenschot van Zhao die speelt vandaag in de campositie en doet dat niet slecht. Ze probeerden hem nog tegen te houden, maar de bal blijft onze voet plakken en mokt het schoon af. En in de 63e minuut is het helemaal gedaan voor Sint-Truiden. Een zalige tackle en dan nu een snelle counter. Zhao die past hem naar Roon, die legt hem af voor Dikke V, die helemaal vrij staat en opnieuw een stevige voet er tegen en de keeper heeft geen kans. De match eindigt in 0-2 voor Antwerp, die met gemak doorgaan naar de halve finale in de Crocky Cup. Man van de match gaat naar Haroon met zijn 2 assisten en ook Wouters en Loverin hebben een goede eerste match gehad. En nu de rest van januari, nog 2 wedstrijden, Club Brugge en Gent en de laatste wedstrijd tegen Charleroi, die wordt gesimuleerd. Ja, het is moeilijk om deze wedstrijd kort samen te vatten, want het is tenslotte Antwerp tegen Club Brugge, maar de video is wel waarschijnlijk lang genoeg, dus dit zijn de hoogtepunten. Club Brugge nog steeds in een 3-5-2 formatie, zeer aanvallend, want na 10 minuten raken ze al de lat van op afstand. Maar Antwerp heeft iets meer geluk aan zijn kant. Een schot van Haroon raakt een boer en belandt zo tussen de netten. Een beetje droog, maar de Ritsen hebben wel een voorsprong. Maar Brugge blijft aanvallen en het is opnieuw Rafaelov die probeert van op afstand en is deze keer wel raak. Toch wel een schoon goal van Brugge en we staan al terug gelijk. Hermans, met een vrije trap vlak bij de 16, raakt de lat en van hem probeert nog iets, maar jammer genoeg niks. De eerste helft eindigt in 1-1 en deze was toch al iets spannender dan de eerste wedstrijd. Tweede helft, Hermans, nog altijd een beetje zuur van die misser, doet wat enkel hij kan, stikt iedereen voorbij en geeft op de perfecte moment de bal aan Limbombe. En dat moet hem zijn, maar de keeper zegt nee, maar Rodriguez zegt ja, de Bosel springt recht. Het is 2-1 voor de Antwerp. De niveau stond op de juiste plek om hem binnen te tikken en hij was nog niet klaar, want een paar minuten later gaat hem de verdediging nog eens voorbij en geeft hem een simpele binnenpisser aan Ardaïs, 3-1. Ik hoor u al denken, het zal wel goed zijn zeker, maar nee, want Ardaïs legt hem op zijn beurt nog eens goed af voor de Jaldi en neemt ook het 4-1. Ik denk dat we wel kunnen vaststellen, als je met 3 men verdedigt op de Bosuil, dan gaan er wel ballen uit u net moeten rapen. Alleen laat in de wedstrijd maakt Brugge er nog 4-2 van, maar who gives a fuck, hè? Het is een dikke overwinning voor Royal Antwerp. De boeren kunnen terug naar hun patataveld. Man van de match gaat deze keer naar Rodriguez, maar deze elftal heeft heel goed gespeeld. Op deze manier zijn we zeker play-off 1 waardig. In de volgende match is tegen Gent. Zij staan vlak achter ons met 1 puntje verschil. We mogen hier dus niks uit de hand geven. Een wedstrijd tussen 2 topscorers, Geoffrey Hermans en Kubo. Allebei zeer belangrijk voor hun team, maar wie gaat er het meeste uit blinken in deze cruciale match? De verdediging van Gent begint zwak, Antwerp wandelt er gewoon door en Ardaïs mokt al heel snel de 1-0. En dan is er een kans voor Gent. Oké dan. Antwerp blijft dominant, hun teamgeest is perfect en dankzij een goede 1-2 scoort Ardaïs zijn tweede. 2-0 voor Antwerp. Ardaïs houdt een feestje en heeft zelfs nu evenveel goals als Hermans. Allee ja, de Antwerp kan gewoon niet stoppen met scoren. De eerste helft kon niet beter eindigen voor Antwerp. Veel efficiënter dan Gent. Waar ze onderweg onze eerste plek vasthouden. Maar dan begint de tweede helft. En Gent werd al iets gevaarlijker met een paar heel goede kansen en dat scheelde niet veel. Maar we voelden dat de pannenkoek was omgedraaid. Gent geraakte meer en meer in de wedstrijd en met een goede steekbal geraken ze voorbij de verdediging via de paal naar de speler en de comeback was begonnen. Toch niet echt goed verdedigd van ons. En er was gewoon niks meer aan te doen. Gent was een compleet andere ploeg nu. Antwerp zakte helemaal in elkaar en opnieuw met een rebound van de lat scoort Gent de gelijkmaker. De tweede helft was gewoon helemaal uit de hand gegeven. En Gent had op het einde zelfs de meeste kansen. Alle chances konden we het volhouden en de punten verdelen. Een zeer matige wedstrijd die we eigenlijk hadden moeten afmaken. Ik zeg het, alle chances konden ze niet goed mikken, want dat had een heel andere wedstrijd kunnen zijn. Man van de match gaat toch naar Ardaïs met zijn 2 goals. Enkel jammer dat deze goede wedstrijd maar 1,5 heeft geduurd. Dan al gauw de wedstrijd tussen Charleroi simuleren. En dat werd een gelijk spel. We hadden het team wat geroteerd, dus geen slecht resultaat. Maar op naar goeie nieuws, want Yatta Bare is eindelijk hersteld en we kunnen hem na januari terug opstellen. En kunt het geloven, we krijgen nog een wedstrijd op het einde van januari. De bedoeling was ons te focussen op de transfers, maar die wedstrijden die blijven hier maar komen. En we spelen dan nog tegen Zulte Waregem, die al een zot parcours hebben afgelegd, penalties tegen Anderlecht en winst tegen Club Brugge. Dus deze wedstrijd krijgt nog een snelle commentaar van de Shipoop. En hoe was het daar? Onze derde cupwedstrijd tegen Zulte Waregem. Ach, lap. Johnny is al geblesseerd. Ze zijn echt aan het zwemmen. Allee, serieus, dat ging een corner. Droge mannen. Oh, lekker balkje. En dan hier aan de zijkant. Rodriguez. Zo. Trakt hem. Eerst is dat gedaan. 0-0. Nu hebben we wel chance dat er nog een terugmatch is. Hè. Dus eigenlijk zo belangrijk is deze ook. Ik zie mogelijkheden.
Ja! Dikke vier, come on! Allee! Er zijn veel mannen er ineens, dus ik kan niks doen. Ik zet een bombe in de spits. Ja, en er vind je hem. Ja, oké, dan niet. Er stond er altijd die een vlak niffen en dan komt er een van fucking een kilometer verder die een halen. Op de veur, je blijft staan. Die bombe, come on, maat! Oh, laat nog eens voorzit. Waar is hem? Ja, come on! Door die zotmakker, ja. Ik weet niet wat dat is, maar yes! Hebben we nu gewoon even deze wedstrijd kunnen aanspelen? Zou fijn zijn. Komt er nog maar één, jongen? Oh, what the hell. Einde van de wedstrijd. 1-0. Het is niet veel, maar het is wel goed dat we die niet hebben gehouden. Man van de match gaat naar Faris Haroun. Dat snap ik niet. Maar wel eens wat, we gingen het rustig aan doen. We zijn met 1-0 gewonnen. En dat is wat telt. Nu, de blessure van Jaude is niet erg, al hoor ik hem snel van het veld heb gehaald. En dan zitten we eindelijk aan de deadline day, waar we zelf niet veel meer gaan doen. We hebben alles gedaan dat we moesten doen. We hebben deze keer geen geld uitgegeven, maar wel winst gemaakt. Waar ervoor zorgt dat we volgend seizoen dikke investeringen kunnen doen. En dat was het voor de transfervideo van de Antwerp carrière. Volgende keer spelen we de resterende competitiewedstrijden, zodat we direct kunnen verder gaan naar de playoffs. Maar geef deze video alvast een like als je het leuk vond. Merci voor het blijven volgen van de Antwerp carrière. En voor de rest nog een prettige dag.